Dag dames en heren, hartelijk welkom vanuit de parade in 's-Hertogenbosch. Nog maar net is het Toeteldonks carnaval achter de rug en in het jaar dat Jeronimus Bos 500 jaar zijn sterfdag zou vieren, wordt hier eventjes stilgestaan bij de opening van Visioenen van een Genie. En dat was Jeronimus Bos uiteraard. Hij heet eigenlijk geen Jeronimus Bos, maar Jeroen van Aken. Maar dat is een heel verhaal om uit te leggen. Wie gaat hier vanmiddag dan deze tentoonstelling openen waarvoor alle schilderijen uit de hele wereld zijn overgevlogen naar 's-Hertogenbosch? Koning Willem-Alexander is daarvoor uitgenodigd. En wij zijn erbij. Goed, dames en heren, u ziet het. We zijn inmiddels bij een persvak aangekomen. De muziek die gaat spelen en het gilde van Nuland staat hier ook aangetreden. De vis komt binnengebracht en dat wil zeggen dat de koning zometeen zal arriveren. We wachten daar nog eventjes op en zien dan vanzelf wat er gaat gebeuren. Dames en heren, nu hebt gezien dat de koning de basiliek Sint-Jan in is gegaan. Hij moet er ook weer uitkomen natuurlijk en dit is aan de andere kant van de kerk. En daar staan wij nu opgesteld. En wat hier achter mij gaat gebeuren, daar staat de koninklijke harmonie opgesteld. Op de blauwe kubussen, op de gele kubussen komt zometeen Ali B. En van boven komt normaal alle zegen. Dit keer komt er iemand abgezaaid van boven. En ook dat gaan we meebeleven. Ik zou zeggen, deel 2.